En daar ging het in 1999 in Barend en Witteman ook al over. Als maar nu is het, blijkt maar dat is het, uit dat onderzoek is gebleken... Luistert u wel eens naar een vraag ook? Jawel. Ja? En helemaal naar u. Nou, dat blijkt niet erg. Nee, ik zal gehoorzaam zijn. Ja, ja. Je bent veel leuker dan ik dacht. Zo. Hebben we, behalve dat gas en dat geld nodig? Mijn vrouw, we zijn een byzantrijk land, dus we hebben niks meer nodig. Even, ja? Want anders dan bent u zo lang aan het woord ook. En dan gaan we, maar u wilt toch een antwoord? Jawel, maar niet zo uitgebreid. Ja, u wil gewoon dat ik antwoord wat u vindt. Nee, helemaal niet. Oh. Want ik vind namelijk hier aan tafel eigenlijk niks. Oh, dat geloof ik niet, maar goed. Nee, dat is ook niet waar. Maar... als we die claim nou eens even onder tafel leggen. Wat vindt u dan? Dan zou ik zeggen, doe het maar niet. Wat was hier zo bijzonder aan? Uniek, hè? Ja. Uniek. Nooit bij mij eerder gebeurd en later ook nooit meer... dat iemand tijdens een gesprek aan tafel van mening verandert. En dat was... ik heb het altijd onthouden, natuurlijk. Het was ook zo bijzonder, omdat ik het eigenlijk nooit met Fortuyn eens was. Maar daarna toch op een iets andere manier naar hem ben gaan kijken. En dat... Eerlijk gezegd denk ik dat vaak als ik naar interviews kijk met politici... dan denk ik, waarom zeggen jullie nou niet gewoon zoals het is? Waarom zit je er omheen te draaien? Mm. Waarom zegt een politicus nooit... nou, dat heb ik eigenlijk verkeerd gezien, daar kom ik op terug. Dat maakt je uniek. En iedereen... En maar je hoofd.